Hey Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender Training Serie Video nummer 71. Jij hebt een hele vette animatie gemaakt in Blender. Maar nu is het tijd om eens eventjes even kritisch te kijken naar de kleuren. Kan je er nog iets aan doen? Een iets in andere tint of wat dan ook? In deze video een paar onmisbare tips. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check mijn site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem maar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel opgeklikt en laat eens een leuke reactie achter. Want er is natuurlijk ontzettend veel mogelijk. Hier een heel groot Blender logo. Want er is ook ontzettend veel mogelijk in Blender zelf. Kijk, je kan al heel veel met je kleuren doen voordat je gaat renderen. Maar je kan ook je image sequence weer in Blender gooien in de video sequencer. En in Blender, de compositor ook aan de gang. Om uh, die kleuren weer aan te passen. Een beetje gloed eraan toe te voegen. Een vignet. Of uh, werken met verschillende renderlagen. Is ongelooflijk veel mogelijk in Blender zelf. Of. Je gaat voor een ander video editing programma, heb ik in de vorige video ook over gehad. Er zijn heel veel soorten natuurlijk, betaald en gratis, heel professioneel, maar ook veel makkelijker. Nou, de king of kings qua kleurcorrectie is toch wel Resolve. En in de gratis versie van Resolve kun je ongelooflijk veel doen. En werken met kleuren en ook met notes en... Super complex, maar ook super uitgebreid. Maar natuurlijk, ook in uh, premiere, effect of andere videoprogramma's kom je eigenlijk wel vergelijkbare basis effecten en tools tegen om die kleuren nog een beetje te pimpen. Kleurcorrectie is heel belangrijk, maar hou het wel eventjes een beetje subtiel. Want voor je het weet ga je jouw vette animatie helemaal gewoon killen met hele felle kleuren of rare effecten die eigenlijk helemaal niet ertoe doen en helemaal niet meehelpen om jouw verhaal te vertellen. Nou, in deze video ga ik het niet hebben over kleurcorrectie in Resolve, premiere of hitfilm of wat dan ook. Maar ik laat je gewoon een aantal basis dingen die jij kan doen met kleurcorrectie zien die je in Elk programma wel tegenkomt. Als eerste heb je hier uh, contrast. Links het uh, onbewerkte plaatje en rechts het bewerkte plaatje. En al de voorbeelden die ik nu ga laten zien, laat ik een beetje overdreven zien, zodat je hier op het scherm het effect een beetje goed kan zien. Nou, contrast wil eigenlijk zeggen dat er plekken zijn in jouw plaatje die heel licht zijn en heel donker. En dat er dus veel contrast zit tussen licht en en uh, donker. Nou, en dat kun je op uh, meerdere manieren voor elkaar krijgen. Een hele bekende is Curve. Dat is zeg maar een soort van uh, grafiekje en de linker, linksonder is zeg maar donker en rechtsboven is licht. En die kan je dan een beetje zo trekken, zodat je dus meer contrast krijgt tussen donker en licht. Een ander effect is Niveaus. Dat uh, zie je al die pieken van op welke plekken. Aan de linkerkant is het donker, aan de rechterkant is het licht. Dan zie je deze Pieken zeg maar, en dan kan je deze sliders, deze ja, markers eigenlijk een beetje verplaatsen en op die manier contrast creëren, of, of gewoon zeg maar met helderheid en contrast met gewoon met sliders kun je hetzelfde effect zo ongeveer bereiken. Dus, curve-niveaus of sliders kun je gebruiken om wat meer effe, eh, contrast toe te voegen aan jouw plaatje. De volgende is kleuren, en dan heb je het vaak over verzadiging. Hier zie je bij de, dit plaatje dat de kleuren er veel meer uit poppen. En als je de verzadigingsslider, die zit in elk programma wel, helemaal naar die kant doet, dan is het helemaal zwart-wit, zeg maar, of grijswaarde. En als je hem helemaal naar die kant doet, dan krijg je bijna pijn aan je ogen, want dan knallen die kleuren echt eruit. Dus eh, speel daar een beetje mee, maar vooral een beetje subtiel, zodat je die kleuren nog iets meer uit je scherm laat. Ploffen, maar pas op, overdrijft dat echt niet. Nou, en die verzadiging kan je zeg maar voor het hele plaatje doen. Maar je kan het ook doen voor bijvoorbeeld alleen je heldere delen, je hooglichten, of je middenin, of uh, alleen je schaduw, je laaglichten. Of bijvoorbeeld de verzadiging van alleen een bepaalde kleurgebied, uh, rood, groen of blauw. Dit kan allemaal. En wat dacht je van de volgende? En dat is een vignet. En een vignet wil eigenlijk zeggen, je ziet het hier, dat je de hoeken een beetje donker maakt. Ja, nu het is heel erg overdreven. Maar er is vast wel ergens een slider in jouw programma met de hoeveelheid over vignet. En wat is nou een vignet? Waarom is het nou tof? Omdat je de hoeken ietsje donkerder maakt. Dat helpt zeg maar om de blik van de kijker naar het midden van het frame toe te zuigen. Als het ware naar de plek waar het... Gebeurt. Dus een klein beetje Vignette zou ik zeker doen. Misschien iets minder als hier in het voorbeeld, maar een klein beetje. Ja, easy, easy. Maar het levert wel een mooi effect op. En dan over uh, ruis. En denk je, huh, waarom zou ik ruis willen toevoegen aan mijn video? Want ik heb in Blender heel veel moeite gedaan om die ruis er eigenlijk uit te krijgen. Dus heel veel samples en denoisers gebruikt en zo. Nou, dat is een ander soort ruis dan de ruis die je krijgt als je in de echte wereld filmt met een echte Camera. Want een echte camera geeft een soort korrel, een soort ruis. En die haal je niet uit de computer. En als je die in post, zeg maar in de, je nabewerking in het Nederlands. er weer in stopt, dan kan dat een beetje net een realistisch effect krijgen. Zo'n plaatje van ruis kun je gewoon uh, ergens uh, downloaden van Google. Dan typ je gewoon letterlijk uh, noise pattern of zo in, uh, in Google. En die gooi je dan in overlay over je. Heen, nou hier dus zonder en hier dus met. Ik denk trouwens, door de YouTube compressie, dat je het verschil tussen deze twee helemaal niet ziet. Maar uh, kijk even in het uh, blender. Hoek. Daar heb ik dat uh, wat beter en groter in staan, maar een ruisplaatje er overheen gooien en dan als overlay, dat is zeg maar een uh, bepaalde mengvorm, wat anders is dan gewoon een beetje doorzichtig. Maar overlay zorgt ervoor dat de witte delen doorzichtig zijn en uh, zwarte delen niet, en alles ertussenin. Nou, hoe dan ook, uh, krijg je iets meer ruis. Hou het subtiel, maar het geeft net een beetje een uh, mooi effect en dan gloed. Kijk, die straaljager heeft natuurlijk vuur en vuur is fel en uh, felheid is altijd lastig om dat uit een scherm te krijgen, want een scherm heeft maar een beperkte helderheid. Je, een scherm is niet zo fel als dat een kampvuur of een heel fel vuur is. Daar gaat gewoon nog niet dus dan moet je trucage toepassen van bijvoorbeeld gloed en als je de gloed omheen zet dan denk ons hersenen oh dit is echt heel erg heet nou in, in de render hebben we dat gedaan als je de Eevee render engine gebruikt dan kan je bloem aanzetten en met die bloem effect zorgt voor dat heldere delen dus zo'n vette gloed krijgen in cycles heb je geen bloem maar kan je in een compositor een glare node toevoegen en die zorgt ervoor dat je dan ook gloed krijgt om heldere Delen. Video nummer 66 en 67 meer over renderen in IV en cycles. Maar als jij deze training gewoon hebt gedaan, heb je dat al lang gedaan. Dus uh, moet je eens even kijken of je in jouw video editing programma ook nog dit effect kan toevoegen in post of het effect een beetje te uh, versterken. En dit is natuurlijk wel heel erg overdreven. Maar ga op zoek naar vette gloed. Dingen. <laughs> en dan heb je hier de laatste is effecten. En uh, Bijvoorbeeld een sunflare. Hier, en dit is de zon, die schijnt hier op uh, de chaos. Uh... Zee, zeg maar. En in um, post in nabewerking heb ik daar een Sunflare op gezet. Die komt niet uit Blender. En oeh, volgens mij kan je het ook wel direct in je render in Blender maken. Dat is misschien iets meer voor een ander video. Maar ik heb die Sunflare er gewoon uh, later op gezet. En het is grappig. Want de meeste video, goede videobewerkingsprogramma's hebben wel zo'n zo, Sunflare effect. En de basis daarvan. Die kun je erop zetten. En die moet je dan uh, mee animeren. Met de beweging van uh, je echte zon. Of iets anders, wat heel erg fel is. En dat is heel erg tof. Want dan gaan die ringen zeg maar zo, zo meebewegen. En dan uh, nou, het ziet er gewoon heel erg vet uit. Want dat is een soort uh, artefact. De week even het Nederlands woord niet voor. Wat je ook krijgt als je in de echte wereld filmt met echte lenzen. Want al die ringen ontstaan eigenlijk doordat zo'n lens bestaat uit allerlei stukken glas. En uh, krijg je allemaal verstrooiing van uh, licht en zo. En uh, dat is wel vet om dat nou ook in je eigen render te gooien. Want het zorgt ervoor dat het felle object nog feller lijkt. En het geeft gewoon een extra realistisch laagje uh, eroverheen. Alright, dat was de basis van kleurcorrectie. Wil jij meer weten over kleurcorrectie in het algemeen? Of hoe je dat aanpakt in een specifiek programma zoals Resolve, Premiere of iets anders? Laat het dan weten in de reactie hieronder op de video in YouTube. En hoe meer mensen bijvoorbeeld roepen: eh, ik wil kleurcorrectie weten in, uh, in Resolve. Uh. Nee hoor, <laughs> echt waar. Uh, laat een reactie achter en hoe meer mensen dat willen, wie weet ga ik dan die video ook echt maken. Hoe dan ook, succes met je kleuren en maak er wat moois van. En ik zie jou terug in de volgende video over geluiden. Mist die niet, want ik heb twee hele vette tools voor het maken van geluidseffecten. Maak iets.